Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar. Het is vandaag zaterdag 2 september en ja, voor jullie zien jullie een boek liggen. Waarop staat Pokémon Enlightenment Saran Pokémon. En dan zullen jullie denken, wat is dit dan weer voor boek? Want ik ken dit helemaal niet, nooit gezien. Nou, dat kan wel eens kloppen, want dit is namelijk fan-made. En dan ook nog eens door mijn jonge broertje die een soort Pokémon-boek heeft gemaakt met zijn eigen gecreëerde Pokémons. Ook helemaal in de stijl van Pokémon. En gesigneerd. Ja, hij heeft deze prachtige Pokémon voor mij gemaakt al in 2016. Maar als jullie even kijken naar wat hij allemaal kan maken, want dit is dan om te beginnen even de map van zijn eigen Pokémon-wereld. En als jullie dan verder kijken, dan zie je dus hoe hij Pokémons heeft gemaakt in zijn stijl. Althans, ik vind het nogal in de Pokémon-stijl, maar wel door hem gemaakt en zelf verzonnen ook. En dat vond ik onwijs leuk. Je ziet ook evolutie van een soort dinosaurier. Dit is dan nummer 1, 2 en op de volgende pagina staat dus ook nummer 3. Hij heeft het gegoten in een soort Albelly-boekje en die heeft hij toen voor mij gemaakt, omdat ik zag dat hij deze Pokémons allemaal aan het tekenen was. En toen zei ik tegen hem, hoe leuk zou het zijn als je dit dan op kan slaan in een boekje en dat het dan voor eeuwig bewaard blijft. En ja, ik ben zo trots op mijn broertje. Moet je nou eens kijken hoe hij dit allemaal maakt. Het is namelijk heel herkenbaar in een Pokémon-stijl. En toch heeft hij daar zijn eigen draai aan gegeven door ja, eigen figuren eigenlijk te maken. En hier zie je bijvoorbeeld zo'n fantastische hondenkop. Ook die Cerberus of zo, hè? De driekoppige hond. Ja, perfect. Ik en dit dan. Zo'n rode panda. Die ook met alle drie evoluties hier staat. En een wat kleiner pandaatje eigenlijk. Hier zo'n soort Snorlax-achtige positie. Ja, ik kan hier zo van genieten. Mijn broertje is namelijk echt een geweldig tekenaar. En ik ben al jaren ontzettend trots op hem. Hoe hij strips tekent, hoe hij anime kan maken. Maar hij is ook als beroep is die grafisch designer voor games. En ik wil hem gewoon even een hart onder de riem steken. Hij heeft niet altijd makkelijk gehad met zijn werkgevers. Maar wat hij kan maken, ja, daar ben ik zo trots op. Het is zo prachtig hoe hij alles zo kan tekenen en maken. Ik wil ook echt nog een keer ook een portret of een tekening van hem hebben samen met zijn vriendin. En binnenkort vrouw, want ze gaan binnenkort trouwen. Ook zij kan prachtig tekenen. En ik ben nog aan het nadenken wat dan de beste tekening kan zijn. Mijn broertje heeft zelf ook mijn oude kat Noortje nog een keer gemaakt. En die hangt ook prachtig in mijn keuken. Daar ben ik ook nog steeds heel erg trots op. Maar ja, ik wil jullie even meenemen in wat hij dus maakt. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Kijk, als je van Pokémon houdt, dan denk ik dat je dit ook wel kan waarderen. Hij heeft er zo'n 107 gemaakt. Dus ik ga eens even kijken hoeveel van deze plaat ik aan jullie kan laten zien terwijl ik aan het kletsen ben. Maar ja, het is gewoon trotsheid wat ik heb. En daarom wil ik dit ook even aan jullie tonen. Want het staat eigenlijk altijd in mijn kast alleen maar voor mij. En ik vind het eigenlijk wel gaaf om het ook aan jullie te laten zien. Want dit is toch geinig en mooi om te zien. Ik ben dus wel benieuwd. Sparen jullie ook Pokémon? Keken jullie Pokémon? Ik denk het bijna wel. Ik heb in de afgelopen Toy Zone heb ik zelfs ook nog een boosterpack gekocht van Pokémon. Gewoon weer even om dat gevoel terug te krijgen. Toen mijn broertje wat jonger was, want hij is van 1988, dus wij schelen zeg maar zo'n 9 jaar. Toen spaarde hij ook Pokémon kaartjes. En ik vond het ontzettend leuk om samen met hem Pokémon kaartjes te kopen. Samen die pakjes te openen. Die spanning van het vinden van een leuke kaart. En ik weet dat hij ook heel veel van zijn Pokémon kaarten inmiddels wel heeft weggedaan. Ook een beetje door plaatsgebrek en dergelijke. Maar wat hij hier op papier zet is toch gewoon geweldig. Moet je nou kijken, dit dan. Die triestige kop. En hier dan zo'n flesje, zo'n zandlopertje. Het is toch... Creativiteit, dat is toch echt wel wat bovenaan staat. Hoe hij dit allemaal verzint. Ik weet dat hij ook zelf een hele eigen wereld aan het maken is en aan het creëren is. En ik hoop ook dat dat ooit op papier komt of in een game verschijnt, want dat gun ik hem. Maar dit is natuurlijk ook echt geweldig. Ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Laat dat ook even weten in de comments. En geef hem een goede shout-out, want Jordi is... in mijn ogen echt een geweldig artiest die dit gewoon verdient. Dus daarom heb ik dit vlogje even opgenomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hier even naar te kijken. Want het is geen bekende tekenaar. Maar toch
En ik zou zeggen, iedereen nog een mooi weekend toe. En op naar een volgende vlog maar weer.